En van 1 mei zijn we eigenlijk samen aan het werken. En ik denk dat we altijd wel goede trainingen hebben en echt hard werken als team. Omdat we ook niet, alleen, misschien niet de beste spelers van België hebben, maar wel een team hebben die willen werken. En ik denk dat we echt aan het wachten waren op de overwinning. De coach had ook gezegd voor de match, ons eerste doel van de match is de match winnen. En ik denk dat ze het derde kwart terugkwamen, dat iedereen ook wel een beetje bang werd. En dat we daarom ook wel, als allemaal, zo gezegd, mentaal hebben kunnen reageren om toch een super vierde kwart te spelen. Maar die eerste overwinning deed echt wel deugd. Ja, ik denk langs de ene kant dat we misschien nog niet klaar zijn om die 40 minuten die uptempo game te spelen. Omdat sommige spelers tijdens het seizoen ook niet altijd die uptempo game hebben moeten spelen. Ik denk dat iedereen een beetje moet aanpassen. Maar ook gewoon dat we natuurlijk ook op Europees niveau spelen nu. En dat wij zijn een Belgische competitie gewoon. En we moeten nu eigenlijk 40 minuten vol een bak kunnen spelen. En ik denk dat dat een beetje het punt is waar we nog een beetje moeten aan werken. Maar ik denk dat we gisteren wel getoond hebben dat we het effectief wel kunnen. Maar dat we het elke match gaan moeten tonen. Anders dat we het... Het gaat heel moeilijk zijn om een win te hebben bij de officiële matchen. Iedereen heeft al een beetje ervaring. Iedereen heeft al in eerste nationale gespeeld. Iedereen heeft wel al een keer een Europees kampioenschap gespeeld. Nu zijn we natuurlijk bij de senioren. Dus het is wel een feit als ze naar andere ploegen kijken dan die ouder zijn dan ons. Maar ik denk als we op kijken naar wil van de match te willen winnen en de boost te willen hebben van als jong team te presteren tegen de oudere ploegen, denk ik dat we sowieso als ervaring misschien wel onderdoen, maar dat we ons uptempo game en eigenlijk onze wil om te winnen en de underdog te zijn, zo gezegd, wel moeten positief zien. Maar voor mij is het altijd een eer om voor België te mogen spelen. En ik denk, ik heb nu ook gezegd, ik heb 2 maanden congé genomen, dat ik het een eer vind om in die ploeg te mogen zitten en België te mogen vertegenwoordigen. Ik denk dat van dit jaar ook een super jaar is, omdat we eigenlijk kans maken om die kwalificatie te halen. En dat we daarom ook wel een hechtere ploeg zijn dan die dan er zijn, die het effectief wel willen. En dan die dan niet zijn afgekomen, ja, bedoel, die hebben misschien een reden voor studeren en zo. Maar ik denk, voor mij is het altijd een eer en ik zal dat nooit afzeggen om niet deel te nemen aan de nationale ploeg.